Lionel Bajard, de voetbalwereld staat op zijn kop omwille van allerhande schandalen. U heeft een voorstel klaar om, om er iets aan te doen. Leg eens even uit. Ja. Eerst en vooral is er een gerechtelijk onderzoek dat loopt. En daar komt ook schot in de zaak. Dat is een belangrijke vaststelling. En ten tweede moeten wij samen naar de toekomst kijken. Dit is het schandaal te veel. Het is genoeg geweest. En met dit voorstel willen we ervoor zorgen dat er meer controle komt in de financiële instellingen, in de banken. Want deze hebben in feite een zeer belangrijke rol in de voetbalsector. Wij willen ervoor ijveren dat alle misbruiken in de sector worden weggewassen als in feite. Om ervoor te zorgen dat die witwaspraktijken eruit geraken, matchfixing eruit geraakt en alle andere vormen van omkoperijen. Ik zou zeggen, laat ons een soort van onderzoek voeren waar we de geldstromen volgen, follow the money. Eens dat je de geld of de transactiestromen volgt, kom je vaak zeer interessante zaken tegen. En aan welke maatregelen denkt u zoal concreet richting die banken dan? Wel, dat kan op korte termijn gebeuren, ik denk dat dat belangrijk is. De FSMA, dus de financiële toezichthouder, kan ervoor zorgen dat er een regelgeving komt. Dat er een controlekader komt waaraan de banken zich moeten houden als het over transacties gaat die te maken hebben met voetbal. Dat is niet nieuw, dat kan ook op korte termijn, want in Nederland in 2016 is dergelijk onderzoek gebeurd en na 6 maanden kwamen er in feite al belangrijke zaken tevoorschijn waar banken zich aan moeten houden ten einde de malafide praktijken uit de voetbalsector te halen en dat we allemaal tezamen kunnen genieten van de puurheid van voetbal. Oké, dank u wel.